En welkom weer in deze nieuwe vlog. Deze keer een iets andere vlog dan dat je van mij gewend bent. Dit omdat ik al een aantal dagen redelijk grieperig ben. Gelukkig aan de betere hand, maar hierdoor heb ik weinig vlogmateriaal opgenomen. Nu ben ik vorig weekend wel een weekendje weg geweest met vriendinnen. Dit was onze jaarlijks verrassingsweekend. Eén iemand organiseert eigenlijk alles en de rest die komt daar gedurende de dag of het weekend achter. En die dag begon zaterdagochtend. En ik werd dus bij huis opgehaald en we gingen rijden. En uiteindelijk moesten we al raden waar we naartoe zouden gaan. En dat bleek dus Friesland te zijn, ofwel de plaats Leeuwarden. En dit was onze overnachtingslocatie in Leeuwarden. Was dus geregeld door een vriendin. B&B De Roos. Super ontzettend leuke plek. Een paar kamers met een gedeelde badkamer. Super lekkere ontbijtjes. Gewoon goed voor elkaar. En op elke deur zat een slot. Dus je had geen sleutel, maar je had een code. En daardoor kon je eigenlijk de kamer in. En verder hebben we bij Tika Food een ontzettend leuke kookworkshop gehad. En dit is de site. En normaal gesproken is een kookworkshop eigenlijk vanaf 6 à 8 personen. Maar wij waren natuurlijk maar met z'n vieren. Maar we hebben toch ondanks dat een hele gezellige middag en avond gehad. En je gaat zometeen dus ook wat foto's zien. Zondagochtend hebben we dus ook een escape room gedaan. Echt super gaaf. Dat was mijn eerste escape room die ik echt zonder bordspel heb gedaan. Maar we kwamen in een soort hotelkamer en moesten verschillende raadsels oplossen. Maar het was helemaal niet zo heel makkelijk. We hadden verschillende codes, maar we wisten niet wat we ermee moesten. Dus we deden kasten open, maar ook andere dingen. En zo kwamen we er eigenlijk achter steeds meer dingen. En uiteindelijk hebben we ook dus echt net gehaald. Een paar minuten voor het einde ging de hotelkamerdeur weer open. En waren we bevrijd, om het zo te zeggen. Waren we niet vermoord. En op de zondagochtend hebben we dus die escape room gedaan, wat ik net vertelde. En daarna zijn we naar Eernewald geweest. Hebben we daar 8 kilometer gewandeld. De volgende keer krijg je mij weer in beeld. Ik ben gewoon niet fit genoeg en voel me niet lekker om echt goed in beeld te zijn. Dus ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. Iets andere vlog dan anders, maar ik hoop dat misschien Leeuwarden jou nu ook trekt. Of dat je denkt, oh, ik ga die kookworkshop doen of die escape room. Ik zou zeggen dankjewel en tot de volgende keer.